Ondanks deze kou zijn er nog steeds mensen die buiten slapen. Veel dak- en thuislozen weten de weg naar de opvang te vinden. We wisten dat er zo'n mannetje of 20 nog buiten sliepen. De mensen die op straat nog sliepen, die zijn we actief gaan benaderen. Om te kijken of ze toch een plekje in de opvang konden creëren. Nou, dat is voor een groot gedeelte gelukt. Maar er zijn er ook nog steeds die deze stap moeilijker vinden. Springplank 040 is druk bezig om deze mensen op te sporen. Maar dat is niet makkelijk. Hier zouden ze, hier hadden ze kunnen liggen, ja. Ja. Roland van Diessen is een voormalig dakloze. Nu gaat het goed met hem en hij wil vooral andere mensen helpen. Hij heeft zich aangesloten bij onafhankelijk belangenorganisatie Klankbordgroep Dak- en Thuislozen. Beter bekend onder de noemer Kadet. De organisatie speurt dak- en thuislozen in Eindhoven op. En van Diessen ziet dat het speuren werkt. Afgelopen zondag waren het er nog ongeveer 45. Dat is nou, we hebben er heel veel naar binnen gekregen. Ik denk dat we nu over 4-5 mensen praten die nog echt buiten liggen en die we niet naar binnen krijgen. De mensen die nu nog buiten slapen hebben echt forse psychische klachten. En zitten gewoon, ja, ik zal het simpel houden, misschien wel in een andere leefwereld dan dat wij zitten. En ja, dat is lastig om een gesprek dan te voeren dat ze dan naar binnen moeten. Het is dus ook belangrijk om deze mensen op te sporen. Het wordt er nou met de sneeuw. Dat is wel dat je sporen kunt zien. Ik ben zelf ook dakloos geweest. Ik heb niet in deze kou buiten moeten slapen, maar ik weet wel wat het is om buiten te slapen. En dat gun je niemand. Dat wil je niet. En het is onmenselijk om met deze kou buiten te zijn. Is er een verwacht persoon, die was bij een opvang of bij een inloophuis. En die wilde absoluut niet naar binnen. Nee, dus daar zijn wij achteraan gelopen. Ik samen met een collega. En terwijl we de politie aan de lijn hadden. Om hem toch naar binnen te krijgen, weet je wel. Want die zou dus echt kapot gaan. In de kou. En daar hebben we 3 kwartier achteraan gelopen en uiteindelijk is de politie gekomen en die heeft hem naar de crisisdienst gebracht. En die slaapt nou binnen. Dus dat is wel een succesverhaal, weet je wel. Dat doet je echt goed als dat lukt. Nu zijn er nog maar een handjevol mensen die buiten slapen met min 13 graden. Hopelijk weten die de weg naar de opvang ook snel te vinden.